En lieve vrienders, welkom weer bij een nieuwe rubriek van Bier en Spijs met Thijs Duit. Ten eerste, ik was van de week lekker uit eten geweest bij de Bera in Haarlem, waar ook de kerk van God Zegen en Bier staat, de Jopenkerk. We hebben heren, ik en mijn vrienden hebben daar heren gegeten, heel relaxed, gewoon echt top. Mocht u hier in Haarlem zijn, zou ik echt adviseren om daar ook lekker te eten, bij de Jopenkerk, sowieso bij de Beren. Dus mochten ze vol zijn, er is altijd de reden om ergens even een drankje te doen, op het plein. Ook even terugkomen op Joe's Beer Reviews van afgelopen woensdag. Dat die zei over verzending qua pakketten naar het buitenland toe. Inderdaad, ik ga er eentje naar Amerika toe sturen. Hij heeft over verzekeringsgeld en noem maar op. Nou, ik weet niet hoe het in België geregeld is qua verzekeringswerk of wat dan ook, maar in Nederland is het nog eigenlijk goed verzekerd alles. Mocht het opsturen voor nog geen 90 euro, maar voor 500 euro verzekerd. Inclusief het aangetekend komt, dus in die zin komt het wel goed. Maar dan niet alleen. Vandaag ga ik een Jopen Joniter Vintage van 9% Volf, 9% ABV van Wetzen Dubbelbock review. Ik hoop dat je het een beetje kunnen zien. Joniter van Jopen. Ik ken vorig jaar gewoon een normale jaar niet eens ken ik, maar de vintage nog niet. Dus dat is ook weer een mooie iets om te reviewen natuurlijk. Dus we gaan het wel bedrinken. Maar buiten het om, ik heb ook een echt een oud Jopen bolleke met oude vignet. Jullie zien. Haarlem is afhankelijk gebrouwen bier. Oh, we gaan even inschenken. Kijk wat die in het glas zit. Nou, lekker donker. Heerlijk. Mooie kleur. Ik kan nog wat een beetje in het flesje zitten. Ik kruik hem al heel mooi. Zoals je ziet, is een heel mooi donker biertje. Mooie schuimkraag. Je ziet dat het oude logo, even eerste logo, heel mooi naar voren komt. Echt ambachtswerk. Zeker ook van Jopen. Dus dat mag niet mis zijn. Dus, in principe, wat ik naar diegene in Amerika toestuur is van brouwerij Klein Duimpje. Die ik heb natuurlijk afgelopen woensdag. Was die online gekomen van Blauwe Tram. Blauwe Tram die heeft hier in Haarlem gereden. Het is Haarlem Den Haag. Dus dat is echt de moeite waard wel. In Haarlem heeft ook een tram tussen Haarlem en Zandvoort gereden. Dus met die wijze komt allemaal goed. Maar we gaan hem verruiken. Het ruikt heel erg naar koffiegeur. Gewoon een heerlijk gezette goede koffie. Gewoon heel vol qua smaak, qua volume. Heel mooi. Echt, de koffie overheerst een beetje. Maar als je een liefhebber bent, prima. Dus gaan we even koffen. Proost.
Ja, wat ik rook, is ook echt de koffie. De koffie komt er ook echt wel in terug. Buitenom, ik proef ook karamel. Die karamel komt er niet in de geur terug, maar wel, ik vind het wel fijn. Het is echt wel een beetje een koffiebier zoals, moet ik zeggen, ja, Guinness of. Guinness is echt een koffiestout, maar echt een Irish stout. Je geeft van de blik of van, ja, het lekkerste is natuurlijk van de tap, dat werkt iedereen. Maar heb je ook een bepaalde certificaat voor nodig om hem juist en goed te tappen, dat werkt wel. Ik vind ook neig naar die open stout, dat vind ik ook erg lekker. In het begin moest ik heel erg wennen, maar laatste tijd ben ik meer deze bieren gaan drinken. Vind ik het heerlijk. Maar de geur, echt die koffiegeur blijft komen. Ik zei, de karamel die in de smaak zit, niet verkeerd, echt lekker. Ik vind het een mooie harmonie. Als je moet kijken waar ik hem zou bij serveren zou of zou gaan drinken bij het eten, zou ik toch bij een koffiedessertje zijn van iets met tiramisu. Ik heb laatst ook bij de werk gegeten, afgelopen woensdag. Huisgemaakt met volgens mij karamelijs en een kletskop. Erg lekker trouwens. Nadat ik witte trappisten bijgedronken, ook heel mooi. Mooie combinatie. Ik vind deze er ook echt bij passen. Niet iedereen heeft het op fles natuurlijk, alle jopen. Maar als je deze vindt, zou ik mij een tiramisu met karamelijs. En een kletskop doen. Waarom? Omdat die zoetigheid van die karamel zit ook in het bier. Dan komt juist het mooiste naar voren toe. En je hebt mooi een harmonie van het tiramisu ook met koffie wordt gemaakt. Dan heb je nog mooiere belevenis waarschijnlijk. Een mooie harmonie. Dus daar zou ik het ook echt bij serveren ook. Dus maar in ieder geval, dit was maar voor nu. In ieder geval, ik zou zeggen, joh, lieve levensgenieters, proost, graag niet meer in restaurants, cafés, dat jullie ook weer binnen mogen zitten. Graag niet en neem gewoon een lekker biertje gewoon bij het eten. Ga kijken van wat je gaat eten. En probeer gewoon de smaak van het bier een beetje te denken van hoe zal het bij een gerecht smaken. En ga je ontwikkelen. Ik zou zeggen, levensgenieters. Tot de volgende review. Tot snel. Proost en God zegene het bier. Cheers.